Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talk Show. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag een gesprek met een organisatie in het hart van de IT-markt. Hardware, services, cybersecurity. Eigenlijk een organisatie die bezig is met het vormen van een digitaal platform naar hun partners. Ik heb het uiteraard over Arrow. Naast mij zit een nieuwe collega die ik nog niet eerder heb gesproken. Dat is ook een beetje een primeur voor mij. Ik ga hem snel jullie voorstellen. Peter Alkemade. Peter, fijn dat je er bent. Dankjewel. Bij mij in deze studio. Ik vind het heerlijk om je even wat beter te leren kennen. Maar ook voor mij en natuurlijk ook voor de luisteraar en de kijker zou je nog even kunnen voorstellen. Ja, absoluut. Mijn naam is Peter Alkemade inderdaad. Ik ben nu bijna 2 jaar bij Arrow actief. Ik heb in eerste instantie het Networking and Security team onder mijn hoede gehad. Als Business Unit Manager, zoals het mooi heet. En sinds 1 januari mag ik de club leiden, zeg maar. Zo. Als Country Manager / Sales and Marketing Director. Dus ja, geef de naam maar in ieder geval. De club valt nu onder mij en dat is een hele mooie uitdaging. Ja. En je werkt natuurlijk al in de IT-markt. Je bent dus een soort rijdende TCV terechtgekomen. Als je even kijkt, je zat er natuurlijk al 2 jaar. Als je even in deze nieuwe rol even omarmt. Wat staat je nu bij in de eerste paar? Want je bent eigenlijk de huwelijksweken ben je door. Ja. Wat staat je bij van de afgelopen periode? De 90 days of observation zijn zeg maar weg, hoe ze dat dan zo noemen. En het is een attractieve club met veel kennis in huis. Mensen die ondanks dat wij natuurlijk een grote Amerikaanse club zijn, wel degelijk echt hard voor de zaak hebben. En mensen die ook echt willen leren. En ook proberen mee te gaan in de versnelling die op dit moment gewoon plaatsvindt. Ja. We zien allemaal de voorbeelden over van het vercloudificeren van eigenlijk alle pillars die wij voorzien. Datacenter, security, et cetera. Ja. Daar moet je wel mee ook in kunnen en willen gaan. Ja. En die bereidheid is echt wel groot. Dat is wel echt gaaf. Dat voel je ook in het team, hè? Ja, dat was in het security team al zo, omdat we daar naartoe aan het werken waren. Maar goed, in het datacenter, data management team en uiteraard ons eigen cloud team ook. Die bereidheid al helemaal, dat is logisch. Tuurlijk, logisch. Maar dat gaat echt de goede kant op, ja. Maar ik denk ook even dat we kunnen constateren, Peter. Arrow is veel meer dan SEC, een cloud leverancier en cybersecurity. Jullie zijn eigenlijk... Inmiddels vind ik een organisatie die zich veel meer profileert als een digitaal platform, een digital platform supplier. Ja, ja. Wat betekent die transformatie voor jou, ook vanuit jouw rol de komende jaren? Nou ja, goed, als je kijkt naar wat onze grote baas in Europa zeg maar roept. En ja, dat proberen we uiteraard waar we kunnen te volgen, hoe dat wel toch wel redelijk landafhankelijk is. Als je kijkt naar de cloud absorptie in Europa. Dan zien we met name hoe noordelijk je zit, hoe hoger dat is. En naarmate je zuidelijker afzakt, hoe minder het wordt. Hoe minder het wordt, klopt. Nederland zit daarbij wel, ik zou bijna zeggen, aan de goede kant van de score. Maar dat betekent wel dat wij verwachten dat onze diensten die wij leveren, binnen nu en 5 jaar echt significant veel via platform zullen lopen. Ja. De platform waar we het dan over hebben is natuurlijk Arrowsphere. Ja, dat is echt, ik kan het zeggen. Want dat is de kern, het hart. Dat is ons briljant. Ja. En dat wordt inmiddels steeds vaker als zodanig ook erkend. Dus dat is wel heel tof om die ontwikkeling te zien. Ja, mooie Peter. Je zegt het dan zelf. En daarmee eigenlijk zijn jullie natuurlijk elke keer weer een stapje in die waardeketen zijn jullie aan het vergroten. Ja. Is dat ook een bewuste strategie geweest van Arrow de afgelopen jaren? Nou ja, zeker. Kijk, als je relevant wil blijven, dan zou je dat wel moeten doen. Dus dat is echt belangrijk. En daarin zie je het platform als is 12 jaar geleden ontwikkeld. En er is natuurlijk gigantisch veel geïnvesteerd in kennis, kunde, maar ook zeker geld. Om het uiteindelijk te maken zoals het nu is. En dat betaalt zich nu eigenlijk al terug. Maar we staan nog aan het begin van de reis. Dus dat is wel gaaf. Ja. Aan de andere kant, jullie staan wel bekend als een organisatie met diep technische kennis. Ja. Cloud, op security. Hoe is dat vol te houden om toch die diepte in te gaan op die onderwerpen? Nou ja, dat is wel een interessant onderwerp. Want ja, dat is natuurlijk echt investeren ook in je mensen. Dat zij bijblijven. Want het is niet zomaar van, joh, we gaan even van links naar rechts. En de digitale transformatie, dat is prachtig. Maar er komt veel bij kijken. Ja. En dat zie je dus ook wel terug in de bereidwilligheid binnen de gelederen van Arrow. Maar eigenlijk wordt dat ook gevoeld door een ME of Europese organisatie. Waarbij dat echt wel van hoog niveau naar beneden druppelt in de land. En volgens moet je daar je eigen Nederlandse verhaal van maken. Verhaal van maken, ja. En als je dan kijkt naar de afgelopen 2 jaar. Hè, want je bent in een soort op de tumultueuze fase ben je aan boord gekomen. Ja. En in één keer sta je aan het hoofd van die tent. Als je kijkt naar... De speerpunt van de afgelopen 2 jaar, als het toch even dat woord helaas in de COVID-pandemie, waar we toch als Nederland heeft de IT-sector toch voortgestuurd in die economische ontwikkeling. Ja. Merk je nou ook dat rondom security en cloud daar dan veel meer investeringen zijn gedaan? Ja, dat is natuurlijk ook bij ons echt een van de drijvers geweest. Op het moment dat de mensen thuis kwamen te werken, had je alleen al bijvoorbeeld op het gebied van...
multifactor authentication. Ja, het was niet normaal wat daar werd gevraagd. Ja. Ja, heb je een aantal merken in je portfolio zitten die dat perfect kunnen inleveren of eigenlijk kunnen invullen. En daar zijn we volop ingesprongen natuurlijk. Dus ja, eigenlijk handelswijs hebben we het fantastisch goed gedaan. Andere uitdaging was natuurlijk wel intern in de club ook om de club bij elkaar te houden. Ja. En ook daar hebben we in ieder geval, voor zover ik daar toen invloed op had, ook natuurlijk wel aandacht aan besteed. Ja. Betekent dan ook, hè, als we even dan één stapje aanmaken naar de battle on talent, het tekort aan goed personeel. Heeft dat jou geraakt, een ontwikkeling van Arrow? Heeft dat jullie geraakt? Nou, soms wil je wat sneller dingen invullen. Ja. Dat kan niet altijd. Dus je moet wel wat geduld hebben. En nou ja, ze zeggen wel eens bij twijfel niet doen. En dat moet je nog wel steeds voorhouden, vind ik. Want ja, je hebt er niks aan om uiteindelijk mensen aan te nemen die misschien op het eind van de dag niet helemaal voldoen. Nee. En dat kan verschillende redenen hebben, zeg maar. Ja. Maar we proberen wel natuurlijk, laat wel zijn, wij willen wel onze doelstellingen en de kwaliteit halen. Hoog houden. Maar, en de kwaliteit, die willen we gewoon op level houden. Dus dat betekent ook dat je daarin je netwerk goed moet aanspreken. Ja. En dat is wel bij Arrow zo. We hebben een goede mix, denk ik, van senioriteit en wat meer junior mensen. Nou ja, goed, dan weet je ook dat er gigantisch veel netwerk aanwezig is. Ja, ik wou het zeggen. En ja, met de dingen die we kunnen bieden, waaronder ook zo'n cloud-platform bijvoorbeeld wat we hebben, zie je wel dat mensen wel geïnteresseerd zijn in Arrow. Dat is wel weer leuk. Want is dat, Peter, toch, wat je volgens mij in een notendop schet je eigenlijk het onderscheidend vermogen van Arrow. Want jullie hebben een ongelooflijk gedreven team van dedicated technische mensen, hoogwaardige technisch personeel. Ja. Jullie hebben een platform. Ja. En volgens mij, jullie zijn echt een mens-mens. Is dat wat jullie onderscheidt in de markt? Nou ja, goed, ik hoop dat onze competitie dat ook wel doet natuurlijk. Ja. Maar het is wel grappig om te zien dat, dat enerzijds de kennis die je kan brengen bij klanten. We doen dat natuurlijk in onze events die we doen. We hebben 4 weken geleden een gigantisch event gehad in Zoetermeer, Snow World. Snow IT met 550 man over 2 dagen. Dat was echt gigantisch. We waren denk ik ook wel een van de eerste channel events. Ik wou dat zeggen, Dus er was veel animo voor. Ja. Dus dat heeft misschien wel wat geholpen. Aan de andere kant denk ik dat met name richting het Mark en Cloud team er gigantisch veel goed werk is verricht om dat mogelijk te maken. Ja. Dus we doen veel events waarbij we enerzijds bekend staan om de fun factor. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Een beetje luchtig houden van het verhaal. Anderzijds hebben we natuurlijk daar echt wel kennis gebracht. Zeker. Op 3 topics. En dat heeft goed aangeslagen. Ja. Die volgen we nu ook op. Dan weet ik eigenlijk dat er in mei alweer allerlei vervolgsessies staan op die specifieke topics. Met Checkpoint, met Fortinet. Nou, en zo nog een aantal merken zonder daarin andere vendoren tekort te doen. Maar, dus dat staat allemaal weer gepland. Ja. En dan gaan we weer wat dieper in op de technische kant van de zaak. En uiteraard ook op de commerciële kant van de zaak veel. Hoe kan uiteindelijk een reseller dat bij die eindklant brengen? Precies, ja, want dat is natuurlijk de kern. Want jullie drijven op het kanaal. Zeker. Resellers, managed service providers. Als je dan vanuit jouw toch nieuwe rol kijkt naar die strategie, Peter. Verwacht jij in de komende jaar daar nog nieuwe activiteiten in? Is het verdieping in plaats van verbreding? Wat zie je dat? Wat je best wel ook bij ons ziet en ook misschien heel wel zag in het verleden zeker, is dat de business units zoals wij ze hebben, security, datacenter, data management. Ja. Nou, daarbovenop ligt eigenlijk al het cloud team. Ja. Want dat druppelt zo over die business units heen. En dat wordt eigenlijk ook nog eens een keer afgedekt met onze services afdeling, professional services. Wat ik echt heel graag zou willen, is die pilaren wat meer in elkaar schuiven. Ja. Want ik zeg altijd maar zo, een datacenter koop je niet meer onbeveiligd. Nee. Of dat moet een combinatie zijn eigenlijk. Ja. En het is ook heel logisch dat als je een datacenter koopt, dat je uiteindelijk ook vraagt aan die reseller van, goh, hebben jullie, of die eindklant, nagedacht over storage of backup? Ja. Dat soort zaken. Ik bedoel, een fiets koop je ook niet zonder slot, zeg ik altijd maar. Nee, maar. En zeg je daarmee, Peter, dat raakt natuurlijk ook volgens mij de kern van ons gesprek vandaag. Dat datacenter, cloud, security, dat zien we natuurlijk in de buitenkant al heel erg geïntegreerde gesprekken. Volgens mij kunnen we het gesprek bijna niet volgen zonder dat we over beide hebben. Maar eigenlijk zeg je daarmee dat aan de binnenkant van Arrow jullie ook veel meer naar een geïntegreerde aanpak gaan naar de toekomst toe? Of al doen? Ja, eigenlijk al doen. Wat je nu heel erg ziet is bijvoorbeeld in ons ook weer, ik kom er wel vaak op terug, maar het is echt wel waar, dat Arrowsphere platformen. Dat is zo eenvoudig en makkelijk met op- en afschalen. Dus je bent heel flexibel in je licentieafname. Mm-hmm. Maar het mooie is dat als je zegt van, joh, ik heb bijvoorbeeld een Microsoft-omgeving die je bij ons aanschaft, dat kan. Maar als je je endpoint erbij zou willen doen, dan kan je dat met een micro doen. Ja. Dat is heel makkelijk om zo'n modelletje te koppelen. Ja. Waardoor je vrij snel eigenlijk de ideale combinaties krijgt van de meest actuele en beste oplossingen die de markt te bieden. Als we even kijken, het is 2022. Gartner doet in najaar. Welke belangrijke trends zie jij op je afkomen waar jullie ook
wat jullie ook zullen meenemen in klantgesprekken. Peter, kan je daar iets over noemen? Ja, goed. Het is misschien wel een kopper. En ik denk dat heel veel mensen die hier aan tafel zitten dat wel roepen natuurlijk. Maar de roep om hulp in de security omgeving is wel heel groot. Ja. We worden iedere dag natuurlijk geconfronteerd met de hacks. Wij dan roep ik wel eens, hoe meer hacks, hoe beter. Nou, misschien niet helemaal juist, maar ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Het zorgt wel voor bewustwording. En die bewustwording proberen we eigenlijk middels weer kennissessies echt te brengen. En niet alleen maar vanuit van, joh, je moet A of B verkopen. Nee, met name weer vanuit de techniek georiënteerd. Mm-hmm. Ga nou eens wat dieper zeg maar, op die materie in. Wat is het nou echt? Ja. En is het uiteindelijk ook door de reseller te verkopen? Want je hebt partijen die het echt wel begrijpen. Dat zijn de security specialisten qua reseller. Maar er zijn ook best wel, er is een aantal partijen die daar heel veel moeite mee hebben. Ja. En dat is ook logisch, want het is complexe materie. Hele complexe materie. Wat moet je nou eigenlijk aanbieden? Ja. Nou, het begint eigenlijk aan de voorkant. Als je zegt, ik wil mijn vulnerability checken. Nou, ook daar hebben we uiteraard goede oplossingen voor. Met bijvoorbeeld onder andere Tenable, waar we dat mee doen. Een belangrijke vendor voor ons. Ja. Maar goed, aan de andere kant is het ook zo dat dat is maar een onderdeel van de hele stack. Ja. En nou, daar zijn we continu mee bezig om te kijken of is die stack nog steeds voldoende? Als een soort spons zet die uit, zet die aan. Ja, precies. Ja. En daar proberen we, ook mede natuurlijk gedreven door EMEA, maar we kijken ook zelf lokaal naar partijen die op ons afkomen. Is dat een toevoeging op ons portfolio en hoe kunnen we dat nog krachtiger maken? Ja, maar eigenlijk wat je daarmee zegt ook, Peter, is dat eigenlijk jullie continu aan het kijken zijn naar jullie toegevoegde waarde in die keten. Ja. Ja. En hoe je kan opschuiven ook naar je reseller, naar je MSP's en alles daaromheen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat lijkt me wel ontzettend kennisintensief, lijkt me dat. Nou ja, dat is ook heel erg intensief. Nou moet ik zeggen dat als je kijkt naar bijvoorbeeld ook de installaties die wij doen. Overigens lopen we daar niet zelf mee te koop, maar er wordt vaak door de reseller gevraagd. Zo van, kunnen jullie ons helpen op een bepaald project? Of kunnen jullie meehelpen bijvoorbeeld met het schrijven van een tender? Nou, fantastisch. Dat komt echt vanuit de technische hoek. Ja. Ja, die mensen hebben we. En dat is een combinatie van eigen mensen en een aantal associates waar we gebruik van maken. Oftewel ingehuurde mensen die wel voor ons staan, zeg maar. Mm-hmm. En ook voor ons in sommige gevallen dat werk uitvoeren. Ja. Juist die combinatie maakt dat het schaalbaarder wordt. Ja. Op het moment dat het meer nodig is, kunnen we daar gebruik van maken. Gebruik van maken. En is het even wat stiller op dat vlak? Nou, dat is op dit moment niet zo, maar dan zou je het eventueel kunnen loslaten. Ja, een soort flexibele pool eigenlijk. Flexibele schil. Die om jullie heen. Ja, absoluut. Eerste 90 dagen zitten erop. Ja. Je zit dan weer aan je tweede 90 dagen. Als we naar elkaar nou eind dit jaar spreken, Peter, en je kijkt terug op 2022... En ik zou aan je vragen, Danny, van dit had ik willen bereiken, dat heb ik bereikt. Wat zou dat zijn, Peter? Nou, dat haakt toch wel heel erg in die meer combineren van onze proposities, zeg maar, die we hebben. Mooi. Want ik denk dat als je daarnaar kijkt, daar is veel voor ons te winnen. Het is wat ik zeg, je kan het niet meer loszien van elkaar. Nee. En daar moeten we wat slimmer, denk ik, met elkaar naar kijken. Met het managementteam. Ja. Om te kijken van, hoe kunnen wij nou uiteindelijk, en zeker met de techniek erbij, hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat we die boodschap nog wat meer in die markt brengen. Ja. Zit de toekomst van IT in digitale platformen? Volle 100% ja. Ja. Mooi. Ja, daar gaat het echt naartoe. Ik hoop dat je genoten hebt van het gesprek. Ik zou het ontzettend fijn vinden om nog een keer eind van het jaar hier inderdaad jouw tweede keer 90 dagen keer mee te mogen maken. Nou, hartstikke goed. Kijk er naar uit. Peter Alkemade. Airbo, een begrip in Nederland. Een organisatie die met diep technische kennis, maar eigenlijk veel meer dan dat is. Een digitaal platform is. Organisaties ondersteunt, resellers en MSP helpt in de reis. Toegevoegde waarde met een grote T en een grote W. Peter Alkemade. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.